Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Woningnood wordt in PPP-verband met goedkoop kapitaal aangepakt. En regering werkt aan duurzame aanpak armoede. De regering tracht in samenwerking met de private sector de woningnood in Suriname op te lossen. Zij heeft daarbij ook de faciliteit gecreëerd dat burgers die willen bouwen goedkoop kapitaal bij de bank kunnen betrekken. President Chandrika Prasad Santokhi heeft de Nationale Assemblée op maandag 22 januari duidelijkheid verschaft over de bouwoplossingen die de regering aan de samenleving biedt. Hij benadrukte tijdens de begrotingsbehandeling dat een deel van de beschikbare middelen ook voor de sociale woningbouw wordt gereserveerd. Daarnaast komt het Affordable Housing Project de minder draagkrachtigen ook tegemoet. Meneer voorzitter, ik denk dat goed is. Want ik zie ook in uw geacht college dat niet alles bekend is met betrekking tot de bouwoplossingen die wij aanbieden aan de samenleving. Eerste is namelijk dat er afgelopen tientallen jaren percelen zijn toegewezen door de staat aan burgers. En het gaat om tienduizenden percelen in alle districten. Maar vertelt u mij, meneer de voorzitter, hoe gaat die burger daar ooit kunnen bouwen als er geen toegang is? Maar men heeft wel betaald voor die ontsluitingskosten. Die burger heeft wel betaald. Daarover staat de plicht van de staat om te zorgen voor die ontsluiting wat niet gebeurt. En begrijpt u waarom die druk bij GBB blijft toenemen, ook door diezelfde mensen? Omdat de maïsou kwam grompe de man kan bouwen. Wij hebben als regering beslist, ook hier in het kader van die public-private samenwerking, de staat komt in met bestrating, met elektra, met nutsvoorziening en burger. Komt u in, meld u aan en wij geven u 7% hypotheek. Als u valt in die categorie van 7%, maar er zijn burgers die niet voldoen, dan is een optie van AHP, Affordable Housing Program, waar je moet registreren via stichtingen. Dat is allemaal in de rules en procedures van de Islamic Bank aangegeven, omdat de Islamic Bank de financierder is van dit programma. En we hebben meer dan 30 miljoen Amerikaanse dollar, voorzitter. Dit geld waren we al kwijtgeraakt. Omdat afgelopen 4 jaar er niks gedaan werd met deze fondsen. Wij hebben de president van Islamic Bank is hier gekomen. We hebben met hem gesproken. Ik heb een beroep op hem gedaan om dit project door te laten gaan. Hij heeft ingewilligd, maar hij stuurt wel zijn inspectie in februari. Om te zien hoeveel woningen gebouwd zijn. En we willen die 800 halen. En ik doe een dringend beroep op de mensen. We moeten die 800 halen in februari. Dus we moeten de mensen helpen. Dus nogmaals, ook voor wat betreft Brokopond is er registratie. En ik denk dat ook de Landelijke Woningbouwcommissie ook daaraan aandacht geeft. Maar ik zal toch nog vragen, als dat nog niet gebeurd is, om ook te kijken naar de landelijke registratie. Meneer voorzitter. Tweede is namelijk, dus nogmaals, 7% loopt via de financieringsinstelling. Tweede is AHP 15.000 Amerikaanse dollar. 9.000 krijg je als steunburger. En 6.000 moet je inkomen. Maar heel wat mensen, meneer de voorzitter, zeggen, maar Mino, abba 6.000,
Ook zij komen in aanmerking voor die 7% lenen voor die 6.000. Maar dan voor ze binnen 5 jaar die paar lening baan. Binnen 5 jaar, 6 jaar. Heb je huis daar zo. Goedkoop kapitaal. En het is landelijk. Dan hebben we een groep van burgers die zegt, ja, ik heb geen enkel steun nodig. Ik heb voldoende geld. Ik wil bouwen. Nou, dat mag je. Dat zijn die projecten die wij nu in feite ontsluiten. Rieberg, Pepreping, Merveille, PPP is Purwodadi, Krippi, Richelieu komen wij in zijn planning. Dus nogmaals, we kijken naar alle districten, maar het is goed dat er een goede registratie is. En ik ga vragen ook de Landelijk Bouwcommissie, ook naar de projecten in de districten kijken, zodat alle personen ook een gelegenheid en faciliteit kunnen krijgen om ter plekke te bouwen. Dan hebben we een groep die we dan gebruiken onder PPP. Dat zijn particulieren die hun grond aanbieden. En we hebben nu meer dan 10 van die particulieren die hun grond hebben aangeboden. Die gronden worden beoordeeld. Er wordt onderhandeld. Want we kunnen niet met die prijs van die aanbieder gaan werken. We werken met die prijs die betaalbaar is voor de burger. Om maar een voorbeeld te geven, de percelen van Purwodadi had een prijs van 17.000 tot 18.000 Amerikaanse dollar, als ik me niet vergis, 400 vierkante meter. Uiteindelijk is er onderhandeld geworden dat ze een prijs terugbrengen naar 7.000. Betaalbaar voor de burger. Maar dan komen we wel in met die straat. Dan betalen wij wel voor die straat. Dat is het samenspel van die public-private samenwerking. Dat is hetzelfde model in die case van Penham. Dat is hetzelfde model van Krippi. En hetzelfde model van zoveel anderen. Meneer voorzitter, en dan heb je een groep die zegt, ja maar regering, mino mambo. En daar is het besluit genomen, minister Financiën, ik vraag u aandacht hiervoor. De Landelijke Woningbouwcommissie zal in ieder geval 10% van het budget per perceel, 10% van het budget per perceel van het project, moeten reserveren voor sociale woningbouw. Tweede is, alle projectontwikkelaars die samen met de staat in zee gaan, moeten x% van hun perceel ter beschikking stellen voor sociale woningbouw. En dat is een deal die we maken. Op Purwodadi zijn er 10 percelen gereserveerd en op dit moment zijn er 4 gevallen al. Een persoon die in de media, een mevrouw met 4 kinderen die nu in een tehuis zit, dat die prioriteit krijgt daar zo. Dus ook daar moet je een systeem, maar het gaat ook om dat die dingen betaalbaar moeten zijn. En we kijken naar al deze dingen. Uiteindelijk moeten we een programma hebben, meneer voorzitter, alle Surinamers een woning hebben, een dak boven hun hoofd hebben. Dit is de kans. Echt waar, dit is de kans voor goedkoop kapitaal. U gaat het nergens vinden. U krijgt een perceel en financiering. Meneer voorzitter, 1,6 miljoen is ongeveer 42.000, 43.000 euro Amerikaanse dollar. Is een middenklasse woning. Is een middenklasse woning. Wat je kunt krijgen voor 7%. En met grond, eigendom. Er zijn zelf personen die hun eigendom grond hebben aangeboden. Uiteraard zijn we bezig te onderhandelen, brengen het omlaag. Er zijn nu gronden die aangeboden worden voor 3.500, 4.500 Amerikaanse dollar. Is die onderhandeling die je voert. Uiteindelijk moet die burger het profiteren. Ik kan bijwaan of zo. En al die personen, meneer voorzitter, die een huishuur hebben, die problemen hebben nu. Voor hetzelfde huurbedrag kan men een hypotheek van 7% aflossen. Dat is die kracht. Hetzelfde geld wat je nu aan huur betaalt. Kan je een AHP aflossen. Kan je 7% aflossen. Meneer voorzitter, we gaan heel serieus het vraagstuk aanpakken. De regering werkt volgens vicepresident Ronnie Brunswijk aan duurzame oplossingen voor het armoedevraagstuk.
De regeringsfunctionaris informeerde de Nationale Assemblée op maandag 22 januari bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling over het pakkettenproject dat momenteel wordt uitgevoerd. VP Brunswijk erkent dat pakketten geen duurzame oplossing zijn. Echter zegt hij dat er zo snel mogelijk wordt voorzien wanneer de vraag vanuit de bevolking groot is. Wij brengen u het volgende fragment van de toespraak van de vice-president. Voorzitter, ik heb goed geluisterd naar uw parlementsleden en ik ontkom er niet aan door te stellen dat wat hier in het Huis van Democratie naar voren is gebracht, niet gaat om rassen en culturen. Het gaat niet om geloof en religie. Het gaat niet om partij en politiek. Het gaat om de mens. In de vraagstelling, opmerkingen en geuite bezorgdheden hebben uw leden steeds weer de mens en zijn idealen centraal gesteld. Voorzitter, ik wil ook vanuit dat perspectief, namelijk het centraal stellen van de mens en hun idealen, ingaan op enkele zaken die hier naar voren zijn gebracht. Wij hebben allemaal de idealen gehoord en genoteerd. Ik som hier enkele op. Toegang tot onderwijs, veiligheid in huis en op straat en leven zonder armoede, betaalbaar transport, betaalbaar voedsel, recht op goede gezondheidszorg, betaalbare medicamenten, een veilig Suriname zonder angst, watervoorzieningen, betaalbare elektriciteitsvoorzieningen, betaalbare woning enzovoort, meneer de voorzitter. Als wij naar al deze factoren kijken, waarvoor in uw parlement oprecht gepleit wordt voor de mens, dan moeten wij tot het besef komen dat wij als regering onze prioriteit die wij misschien hebben of hadden anders moeten stellen. Wij moeten prioriteit stellen die de mens ten goede komen. Want de idealen die centraal worden gesteld zijn geen luxe, maar behoefte voor welzijn en welvaart voor een rustiger leven in een veilig Suriname. Voorzitter, de Sustainable Development Goal houden wij als leidraad. Pas dan kunnen wij dit land tot ontwikkeling brengen. Voorzitter, ik moet beamen dat de toegang tot onderwijs voor velen van onze kinderen nog een droom blijft. De roep en het verzoek om kwaliteitsonderwijs te bieden aan onze kinderen, zowel in de kustvlakte als in het binnenland, lijkt te vergeefs. Ik vraag mij af hoe het komt, voorzitter, dat wij met zoveel kaders in dit land en toch niet inslagen om ons onderwijs op rails te krijgen. Hoe kunnen wij een land ontwikkelen met een laag geschoolde bevolking? Hoewel wij niet lang meer te gaan hebben in deze regeerperiode, zou ik toch een dringend beroep op de minister willen doen om een gedegen onderwijsplan uit te zetten voor onze kinderen. En dat heeft hij ook hier al gezegd. Een onderwijsplan die duurzaam is. Wij moeten voorkomen dat de groep van vroege schoolverlaters steeds groter wordt. Toegang tot onderwijs is een ideaal van de mens. Scholing bepaalt de toekomst van de mens in de maatschappij. Voorzitter, de regering werkt hard aan de armoedebestrijding. Wij moeten als regering zeker voorkomen dat de groep van mensen die in armoede leven steeds groter wordt. Ook in deze groep heb je vaak mensen die weinig educatie hebben genoten. Ons streven moet erop gericht zijn
om werkgelegenheid te scheppen, om ondernemerschap te stimuleren, om kansarmen in de gelegenheid te stellen zich verder te scholen. Voorzitter, wij beseffen ook dat deze ontwikkelingen een langdurige proces kennen. En om de mensen in nood tegemoet te komen, gaan wij als regering zeker na hoe wij de arme mens, die ook zijn idealen nastreeft, tegemoet te kunnen komen. In dat kader, voorzitter, hebben wij gemeen voedselpakketten aan te bieden aan de zwakke huishoudens. Voorzitter, ik kan u verzekeren dat hier geen sprake is van corruptie. Wij hebben, om de mensen zo snel mogelijk te kunnen helpen, in de RVM-vergadering besloten om 80 miljoen goed te keuren, voorzitter, waar wij daarna voor deze 80 miljoen die goedgekeurd is, 53.000 pakketten te krijgen en aan 4 ondernemers dit te geven. U weet het, en tijdens de RVM is 1 ondernemer vergeten en dat komt dat we nog een derde missie moeten maken om deze ook mee te nemen, meneer de voorzitter. Voorzitter, ik ben ook bekend dat leverancier niet zit te springen om goederen aan de overheid te leveren. Wij hebben daarom leverancier benaderd die bereid waren de voedselpakketten te leveren en voor te financieren. Voorzitter, het is allemaal op een goede wijze verlopen. Er was sprake van een derde missie, dat heb ik al gezegd. Voorzitter, de regering heeft om de armoede te bestrijden een integraal sociaal plan. Die wordt ingevuld door een paar ministers, zoals het ministerie van Sociale Zaken, Volkshuisvesting en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, het ministerie van LVV, meneer voorzitter, enzovoort. De regering probeert met dit sociaal plan, waarin ook de woonoplossingen zijn opgenomen, de noden van het volk te verlichten. Ik wil nogmaals benadrukken, meneer de voorzitter, uw parlement heeft door de vele vragen zeer goed verwoord dat het gaat om de idealen van de mens en niet om partij en politiek. Het gaat om de mens. Waar uw geacht college zich terecht ernstige zorgen om maakt, en ook ik. Voorzitter, er zijn veel vragen en of opmerkingen gemaakt omtrent de veiligheid en de toename van de criminaliteit in ons land. Ik kan u verzekeren dat de minister van Justitie en Politie hard er tegen zal gaan om de criminaliteit de kop in te drukken. Minister, onze samenleving wil een veilig nachtrust hebben. Onze samenleving wil niet in angst leven. Ik hoop van harte dat er genoeg middelen op uw begroting zullen komen, zodat u ruimte heeft om uw werk te doen. Voorzitter, de ministers zijn breedvoerig ingegaan op de vragen die uw leden gesteld hebben tijdens de eerste ronde. Indien niet alle vragen naar tevredenheid zijn beantwoord, dan roep ik alle ministers op om in de tweede ronde in te gaan op vragen die nog open zijn. Voorzitter, ik sluit mijn spreekbeurt af met hetgeen waarmee ik begonnen ben. Het gaat niet om rassen en culturen. Het gaat niet om geloof en religie. Het gaat niet om partij en politiek. Het gaat om de mens. Dank u wel.
Beste kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.